politieagent wilde worden. Niet meer hoor. Ik wil later astronaut worden. Dan kan ik een reis maken door de ruimte. Hey, wat gebeurt er in het park? Ze zetten alles klaar voor de danswedstrijd. Een danswedstrijd? Ja, aanstaande zaterdag. Heb je dat nog niet gehoord? Huh? Ik doe niet mee. Er is één ding dat ik nooit wil worden als ik groot ben. Danser. Dag Elsie. Dag Sue. Zo lief van je dat je op Zilia past. Ze zal braaf zijn, niet waar, lieverd? Je bent zo'n lieve meid. Ja, maar helaas mogen zelfs hele lieve meisjes niet mee naar de lunchpartijtjes van de burgemeester. Hoi, mam. Weet je wat er vandaag op school is gebeurd? De les ging over planeten en de ruimte en astro. Hallo. Hoi, tante Zelda, oom Xavier. Hoi, Zinia. Hallo, Zoe. Zo, nu kleine Zoe er is, kunnen jullie twee mooi gaan spelen. Ja, we willen de burgemeester niet laten wachten. Dag, Zinia, lieverd. Hey. Dag, jongens. Veel plezier. Dag, lieverd. Zo, Zinia, wat zullen we eens gaan doen? Tja. Oké, we spelen monstertje. Uit de ruimte. Dan ben ik de dappere ruimteverkenner. En dan ben jij het slijmwezen van onder de gark. Ik wil mijn dansje gaan oefenen. Dansjes? Ja, ik doe mee aan de danswedstrijd. En ik ga hem winnen. Dat heeft pap gezegd. Punt en strek en punt en sluit. Waarom probeer jij het niet? Ik? Dansen? Dansen is voor meisjes. Jongens dansen ook. Heb je nog nooit gehoord van Rudolf Zebrajev? Nee. Hij was de beroemdste Russische balletdanser ooit. Oh. En punt en strek en punt en sluit. Ballet is heus niet om te lachen hoor, Zoe. Ik lachte niet om jou, Zinia. Of om je dansje. Maar goed, als ik kon balletten, zou ik veel beter zijn dan dat. Oh, nou... Als jij zo goed kan dansen, waarom doe jij dan niet mee aan de danswedstrijd? Oké, ga ik doen. Leuk! Vindt u dit niet spannend? Zo doet mee aan de danswedstrijd. En punt en strek en punt en sluit. Dank je wel dat je op Zinia wilde passen. Je ziet er helemaal niet zo blij uit. Wat moet ik nou doen, mama? Ik kan helemaal geen balletdansje doen. Dan gaat iedereen me uitlachen. Ik kan geen eens ballet. Punt en strek, punt en strek en... Oh, Bizou. Misschien had je je dat moeten bedenken voor je iets tegen Zinia zei. Ja, het is vandaag zondag. Voetbal in het park vanmiddag. Oh, en ballet in het park op zaterdag. Ah! Goedemorgen, Bizou. En hoe voelt mijn kleine danser zich vandaag? Danser? Ik wist niet dat jij dansen interessant vond, Sue. Vind ik ook niet. En ik wil zeker geen balletpakje aan. En ik wou dat ik nooit gezegd had dat ik mee zou doen aan die domme danswedstrijd. Kom, wat scheelt eraan, knul? Zinia liep op te scheppen over haar ballet. En ik denk dat Sue zich een beetje heeft laten meeslepen. Hij doet ook mee aan de danswedstrijd. Dat is niet grappig. Iedereen gaat lachen als ik daar sta in mijn tutu. Oh, je hoeft toch geen tutu aan? En je hoeft natuurlijk ook geen ballet te doen. Tuurlijk wel. Zoe, ik heb al eerder over die wedstrijd gelezen in de krant. Het is niet alleen voor balletdansen. Het is voor allerlei soorten dansen. En we kunnen absoluut een danssoort vinden die geknipt is voor jou. Kom op,
We pakken mijn oude grammofoon en kijken wat we kunnen vinden. Oké, ik probeer het wel. Kijk eens aan. Ah, mooi zo. Eens kijken. Tada! En? Hoe vond je dat? Niet slecht, opa. Dat leek eigenlijk helemaal niet op ballet. Natuurlijk niet. Dat noem ik altijd maar excentriek dansen. Zo, wil jij het nu eens proberen, Zoe? Tja, oké. Zoe, heb je je pijn gedaan? Nou, met een beetje oefening krijg je dat vast wel onder de knie. Zoe, wil je alsjeblieft iets stiller doen? Ik ben met dansen aan het oefenen voor de danswedstrijd, zaterdag. Oh? Ga je ook meedoen, Elsie? Ja, maar het wil me niet lukken. Ik krijg mijn dansje niet goed en... Wacht eens, doe jij ook mee? Maar je zei toch... Dat is veranderd. Oh, maar mijn dansje wil me ook maar niet lukken. Tja, maar als jullie geen van beiden blij zijn met jullie eigen dans... dan dans je toch samen? Wacht maar. Volgens mij heb ik de perfecte dans voor jullie. Het is toch geen ballet, hè, opa? Natuurlijk niet, jongens. Weet je wat? Oma en ik doen het wel even voor. Ja! Oma's ook konden dansen. Deugt niet. Zullen wij het ook eens doen? Oké. Goed zo. Links en links en rechts en draai. Links en links en rechts en draai. Volgens mij zijn ze er helemaal klaar voor. En welkom bij Dansen in het Park. Hier komt onze eerste kandidaat. Een groot applaus voor Zack Zoe. Ja hoor. Ah,
En omdat de burgemeester er niet is, hij kon er jammer genoeg niet bij zijn vandaag, mag ik met veel plezier de eerste prijs uitreiken aan Zinnia! Jij ook, proficiat, Sue? Jij en Elsie waren best erg goed. Bedankt, Zinnia. Dat was goed. Volgende keer zal ik... Volgende keer wat? Denk ik dat ik toch liever ruimtemonster speel. Maar dansen was ook leuk. Ja! Oh, dat was echt geweldig! Ach, hallo jongens! Te lezen. Dit is echt de allerleukste. Kapitein Zek, ruimtezebra, maakt een ruimtereis naar Mars. Ik weet wat, wij gaan ook op ruimtereis naar Mars. Zullen we, Elsie? Doe nou. Oké, Zoe. We gaan op ruimtereis naar Mars. Hoera! Hoera! Maar eerst moet ik nog wel 8 bloemen tekenen. Nog 8 bloemen? Maar dat duurt eeuwig. Ik heb een goed idee. Wat nu als je op ruimtereis naar Mars gaat en daar dan de boel bestudeert? Wat is dat een goed idee, opa? Ik durf te wedden dat de bloemen op Mars veel interessanter zijn. Denk je echt? Waar is planeet Mars? Heel, heel ver weg. En we hebben een raket nodig om er te komen. Uit opa's raketbouwwerkplaats. Huh? Gaaf! Wauw! Dit lijkt straks precies op kapitein Zek's ruimteschip. Maar ik mis denk ik nog iets. Even kijken wat er bij onze voorraad raketspullen ligt. Ha, gevonden! Geweldig! 3 straalraketten. Dat is een heel goed begin, opa. Maar iedereen weet toch dat kapitein Zek's ruimteschip 4 straalraketten heeft? Goed, dan maken we er 4. Dus als jullie nu eens als echte ruimteschipmonteurs op zoek gingen naar nog een straalraket... Komt in orde, opa. Dit vinden we wel voor u. Een straalraket? Zoiets heb ik niet, Sue. Jawel hoor, daar. Ah, jij bedoelt deze straalraket. Ik weet niet zeker of je deze wel kunt gebruiken. Er zit nog maar een heel klein beetje afwasmiddel in. Maar, mam, het is voor een superbelangrijke ruimtereis naar Mars. En we zullen er reuze voorzichtig mee zijn. Goed dan. Maar neem hem wel weer mee als je naar de aarde terugkeert. Bedankt, mam. Voordat jullie gaan, hebben jullie op een van jullie reizen mijn vaas soms gezien? Nee, mam. Hij stond eerst toch echt op de vensterbank, maar nu is hij verdwenen. Misschien komen we hem wel tegen. En als hij op Mars is, dan vertellen we het. Hier is een straalraket, opa. Prachtig. De zebra-raket is klaar voor vertrek. Hoera! Oh, maar jullie moeten natuurlijk wel ruimtehelmen op. Bedankt, opa. Dank u. Zebraket, klaar voor vertrek? Over en sluit. Over en sluit. Wat bedoel je? Dat zeg je in een ruimteschip
als je het hebt begrepen. Oh, overgesluit. Vooruit dan. Start de raketten. Zes, vijf, vier. Drie, twee, één. En daar gaat hij. Elsie. Oh. Zeeraket, maak u klaar voor de landing. Klaar, Elsie? Klaar, Sue. Hou je goed vast. Oh. De zeeraket is veilig geland. Ik ben opa van Mars. En ik ben kapitein Zoe. En ik ben kapitein Elsie. Assistent kapitein Elsie. Ik wil u graag mijn planeet Mars laten zien. Welkom in de Marstuin van Zebras. Wauw. Raak de blauwe bloemen niet aan, aardbewoners. Dat zijn hele zeldzame en mysterieuze marsplanten. Voor je het weet ben je helemaal blauw. Dat zet ik in het verslag van de kapitein. Assistent kapiteinsverslag. Wauw, zelfs de lucht is oranje. Kan die niet zijn. We gaan hem zoeken. Moet je hier eens kijken? Het is een voetafdruk. Van een ruimtewezen. Die heeft alvast onze straalraket. Maar ik zie hier verder niemand. Hij zit vast in commandocentrum Superster. Kom mee! Kapitein. Waar beginnen we, kapitein Zoe? Goeie vraag. Een zeebel. Maar waar komt die vandaan? Ze komen uit de badkamer. Oh, hallo. Oma van Mars, dat is mama's vaas. Oma van Mars? Doe nou mee. Oh, natuurlijk. Ja, ik dacht, ik help mama met de lente schoonmaken. En u heeft onze straalraket. Oh, deze bedoel je. Oh, die is leeg. Wil je hem? Heel graag. Zonder kunnen we niet terug naar huis. Dank u. En als jullie dan toch terug naar de aarde gaan, geef deze even aan mama alsjeblieft. Over en sluit. Goede reis, aardbewoners. Dank u wel, Papa Mars. 3, 2, 1. En daar gaat hij. Maar u bent net opa van Mars. Oh, oeps.
Hoi, opa. Hoi, iedereen. Hebben jullie het leuk gehad op Mars? Het was gaaf. Oma van Mars had onze straalraket. Maar nu niet meer. En ik ben net een echte kapitein Zek. Oh. Kijk eens wat we hebben teruggevonden, mam. Dankjewel, Zoe. En hij is ook nog eens mooi schoon. En kijk eens. Helemaal af. Mijn kapiteinsverslag. Assistent. Goed dan, Elsie. We noemen het het kapiteinsverslag. Over een sluit, kapitein Zoe. Piloot Zoe voor basis. Ik ben klaar voor take-off. Aan het behangen, zou je... Oh, sorry pap. Kan even niet helpen. Ik moet opa zijn krantje gaan brengen. Nee, ik bedoelde, zou je niet tegen me aan willen botsen als ik druk ben? Hier is een krantje, opa. Oh, oh, dank je, Zoe. Opa, waarom krijg je elke dag opnieuw een krant? Ze zijn elke dag weer anders. Ze vertellen wat er allemaal gebeurd is de dag daarvoor, zoals wie er won met voetballen en wat er gaande is in de wereld. En hoe weten zij dat? Je hebt mensen die voor kranten werken. Dat zijn reporters. Ze gaan op zoek naar spannende verhalen. En die verhalen schrijven ze op en dan komen ze in de krant. Kijk, zoals deze hier. Potje blaft naar boeven. Dat is de kop. Een zin om je aandacht te trekken, zodat je door wilt lezen. Gisternacht werd er ingebroken in het museum. Toen inwoonster mevrouw Fiona Smeenders toevallig voorbij liep met haar hondje Botje. Toen de boeven het museum uitkwamen met een kostbaar schilderij, aarzelde Botje niet om ze tegen te houden, tot de politie de inbrekers kwam arresteren. Zonder Botje, zei meneer Anders, de museumcurator, had het museum een waardevol kunstwerk verloren. Maar dappere Botje heeft het gered. Wauw, goed zo, Botje. Ja. Oh, en zo staan er nog veel meer verhalen in de krant. Maar het belangrijkste verhaal, dat staat altijd op de voorpagina. Hé, hey, misschien word ik later ook wel een... Hoe noem je dat ook alweer? Reporter. Ja, een reporter. Dat wil ik wel worden als ik later groot ben, oma. Och, maar je hoeft niet te wachten. Je hebt alleen een pen en papier nodig. En dan kun jij je eigen krant gaan maken. Vandaag nog. Ja, goed plan. De Zoekorant. Super. Mwah. Oh, oh, Zoe. Voor je aan je krant gaat beginnen, wil je deze gebreide handschoenen aan Omi geven? Ga ik doen, oma. Zodra ik mijn reporterspullen heb gepakt. Zo'n haast, lieverd. Ik zoek verhalen voor de Zoekorant. Dat is mijn nieuwe krant. Oh, wat leuk. Nou, ik hoop dat je wat interessante... Bok? Oh. Ah, mijn eerste nieuwsverhaal. Groene vogel wordt wit. Wat dacht je van? Groene vogel zorgt ervoor dat mam haar taart tegen opnieuw moet maken. Tja.
Het is niet zo goed als mijn verhaal. Polk. Gaat alles wel goed, pap? Nou, nog maar net. Polk vloog langs en stootte bijna mijn behanglijm omver. Dit had heel slecht af kunnen lopen. Ramp met paps behanglijm wordt nog net voorkomen. Ja, dat wordt een superverhaal. Zo is zijn eigen krant begonnen. Oh, ik snap het. Nee, toch niet. Waarom kwam Polk? Ik bedoel, hoe kom... Daar heb ik nu geen tijd voor. Ik moet op zoek naar meer verhalen voor mijn krant. Mam, mag ik eens kijken of er iets bij meneer Zoe is gebeurd? Ja, ga maar zo. Zo snel even niks spannends bedenken, Zoe. Tenzij je de verkeerde soep bezorgd krijgen spannend vindt. Nee. Ik heb wel een verhaal voor je nieuwe krant, Zoe. Vannacht kwamen er monsters omlaag van de planeet Smork. En ze zoemden me mee naar een ruimteschip. En ze waren groen en slijmerig. En ze hadden grote torenogen. En tentacool... En... Zack, verwar je je verhaal niet met de film waar we gisteravond naar hebben gekeken? Nou, misschien. Ik wil het alleen maar helpen. Bedankt, Zack. Meneer Zoe, ik moet er vandoor. Ik moet nog meer verhalen vinden voor de zoekrand van vandaag. Wat hebben we tot nu toe? Niet zoveel eigenlijk. Ah! Huh? Aha. Dat klinkt als een spannend verhaal. Oh. Ah! Het is maar een... Een worm! Een enge roze kribbelworm! Ik vind wormen vies! Ah! Doe iets, papa! Ah! Een klein meisje met wormenangst. Ja! En daar zet ik er ook een plaatje bij. En Pok, hoe vind je hem? Het is geen hele enge worm, hè Pok? Ah, bedankt voor je hulp. Ik zou nog even naar de winkel gaan met Omi. Oh, hallo Zoe, schat. Schiet je al een beetje op met je krant? Nou, ik heb wel wat verhalen, oma. Vogel verandert van kleur. Behanglijmramp, bijna. En ruimteontvoering, of zoiets. Wormenangst voor een klein meisje. Maar ik heb nog niks wat echt spannend is. Oh, help! Omi? Mijn traplift! Ik zit vast! Schat, huh? Omi's traplift! Oh. 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 Hmm. Oh. Oh, help! Wacht maar, Omi. Even mijn gereedschapskist pakken. Volgens mij gaat er namelijk beneden ook iets mis. Oh, nee. Is er iets ergens gebeurd? Is iedereen ongedeerd? Ik geloof van wel. Zo ongeveer. Oh, rare vraag misschien. Wat was dat? Ik weet het niet. Maar wat er ook was, ik heb een goed verhaal. Chaos in huis. Als Omi's traplift halverwege de trap stopt. Wat gebeurde er nou? Oh, het was niks ernstigs hoor. Zo, laat me eens even kijken naar die traplift. Oké. Aha! Dus dat zat ertussen. Zoe had dat eerder op de dag aan u moeten geven. Oh, maar wat was het dan? Dit verhaal komt absoluut op de voorpagina van de Zoekrand. Nu alleen nog een goede kop. Hoe klinkt? Breiwerk is opstopping voor Omi. Dit heb je vast op de traplift laten vallen in je haast om reporter te zijn. Oh nee, dus het was mijn schuld. Oh, dat spijt me echt.
Je was gewoon een beetje te enthousiast, dat is alles. Zo, schat. Ik hoorde dat je reporter bent. Wil je me laten zien waar je over gaat schrijven? Heel graag, Obi. Zodra ik al mijn troep hier opgeruimd heb. Sorry allemaal. Een ware ramp trof een familie vandaag toen een slordige zebra een handschoen liet vallen op de traplift. Gelukkig raakte niemand gewond en de troep was gauw opgeruimd. Dat is een heel goed voorpagina verhaal, Zoe. Dat verdient volgens mij wat aardbeien met slagroom. En dit.